Met de stijgende energieprijzen is het altijd een goed idee om te kijken waar je op kunt besparen. Want wist je dat meer 750.000 Belgische woningen onvoldoende geïsoleerd zijn? Vandaag bezoeken we een woning waarbij de kruipruimte wordt geïsoleerd. De meeste mensen isoleren hun huis vandaag vooral voor de energiekost. En voor vele mensen is een koude vloer in een kruipruimte ook een heel belangrijke factor om te isoleren. We komen bij de mensen thuis eerst en vooral voor hun kruipruimte te controleren of dat er geen schade is of dat het wel degelijk mogelijk is om het te plaatsen. Als de plaatsing wordt gedaan via een vrachtwagen, via buis wordt het erin geplaatst tot 35 centimeter dikte. Op die manier heb je een R-waarde van 4,93 en dat is zeer gunstig voor de isolatiewaarde in je woning. De functie van de isolatiechips is eigenlijk op 35 centimeter wordt de isolatiechips op de bodem geplaatst, waardoor de koude in de ruimte wordt geblokkeerd. De isolatiechips zullen ervoor zorgen dat er een condensatiepunt bestaat onder de isolatie en al hetgeen dat boven de isolatie zit, zal warm worden. Zowel uw vloeropbouw of de lucht die er nog tussen zit. In de kruipruimte gaan we de ventilatie afsluiten, zodanig dat de lucht, de koude lucht tijdens de winter, de vloer niet afkoelt en dat de mensen geen koude voeten aan hebben.